Landgenoten, lobby brother Nangasisa, Sranamangs. Vandaag is een memorabele dag in onze geschiedenis. Ja, het is de dag van de nationale verbroedering en eenheid. Een bijzondere dag om stil te staan bij vele veelkleurige geschiedenis van ons land. Suriname is namelijk een land van vele gezichten en een dynamiek die nergens ter wereld voorkomt. Daarom is het vandaag een dag waarop we de diversiteit van onze geliefde Suriname omarmen. Diversiteit in etniciteit, religie, cultuur, maar ook biodiversiteit. Een dag waarop we stilstaan bij het belang van eenheid en solidariteit. Lobby Bradangasisa, deze dag staat in het teken van de geboortedag van de heer Jagannath Lachman, de eerste voorzitter van de VHP, die de verbroederingspolitiek introduceerde samen met andere leiders, zoals Jopie Pengel, voorzitter van de NPS. En in 2020 hebben wij de eerste formele dag van de nationale verbroedering en eenheid gevierd op ons plein. Heden ten dagen is het belangrijk dat we met z'n allen meer dan ooit stilstaan bij de verworvenheden, maar ook bij de uitdagingen die ons land heeft. Waar willen wij met z'n allen naartoe in ons land? Welke offers zijn wij gezamenlijk bereid te brengen? En zijn wij op dit moment verbroederd met elkaar? Zeer belangrijke vragen op deze Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid. Sranamangs. We hebben elkaar nu meer dan ooit nodig. En als president van dit prachtig land wil ik graag mijn waardering uitspreken naar alle broeders en zusters. Jullie vormen de ruggengraat van onze samenleving en dragen bij aan de vooruitgang en welvaart van ons land. De dag van de Nationale Verbroedering en Eenheid is een herinnering aan het feit dat wij, ondanks onze verschillende achtergronden, één volk zijn. Wang Sranamang. Unu Kumbati Berijaso. En nu leven we als onafhankelijke natie vanaf 25 november 1975 bewust samen met elkaar. Wat we hebben meegemaakt in de periode ervoor heeft ons gevormd als burger, als broer, als zus, als gezin, als familie, maar in het bijzonder als Sranamangs. Laten we niet vergeten dat wij overwinnaars zijn, dat we bereid zijn gezamenlijk offers te brengen voor onszelf, onze kinderen en onze families. Duurzame groei en ontwikkeling komen alleen op gang als we met z'n allen weten hoe wij dit zullen bewerkstelligen. Maar vooral nu, met de oliefonds, de goudvoorraden, de natuurlijke hulpbronnen, ons bos, ons water, onze diversiteit. Maar vooral u, onze lobby, Bradangasisa, onze Sernamang. Wij kunnen samen een mooi Suriname ontwikkelen. Dit is een taak van elk van ons. En niet alleen de rol van deze regering of van Tjan. Hoe alles maar de verantwoordelijkheid voor Tja ontwikkeling kunnen. Verbroedering is niks anders
dat enige vrienden van elkaar zijn. U moest de boemati voor makandera. U nu na familie man. U moest hip makandera. Dit is het fundament. Dit is de start. Om samen te leven. Om samen te werken. En samen duurzaam te groeien en te ontwikkelen. Die nationale dialoogsessies waren hier een begin van. Met elkaar in gesprek gaan over de nijpende vraagstukken en ontwikkelpunten in ons land. Saip sa in akondere, sa u wani, sa u kan du na nga makandra, fu set akondere boom. Loi bradang asisa, sa namangs. Laten we openstaan voor elkaar. Laten we meer naar elkaar luisteren. Laten we tolerant zijn naar elkaar toe. Het is juist de diversiteit die ons zo uniek maakt en ons in staat stelt om van elkaar te leren, elkaar te respecteren en samen te blijven groeien. Door het erkennen en het omarmen van onze verschillen kunnen we bouwen aan een sterker en veerkrachtiger Suriname. Laten wij op deze dag van nationale verbroedering en eenheid stilstaan bij de betekenis die broederschap in onze naaste omgeving heeft. Het is een voortdurende inspanning die we moeten blijven nastreven in ons dagelijks leven. Het is een verantwoordelijkheid die we allemaal delen, ongeacht onze positie of achtergrond. We kunnen daarom niet blijven stilstaan bij oude gewoontes, oude gedachtegangen en oude methodes. Ja, het is tijd voor vernieuwing. Duurzame verbroedering. Duurzame processen en systemen die bijdragen aan uw welvaart en welzijn vandaag. Morgen, maar ook in de toekomst. Duurzame verbroedering, waar we elkaar respecteren en ondersteunen om ons land verder tot ontwikkeling te brengen. Laten we daarom vandaag en elke dag onze handen ineenslaan en werken aan een toekomst waarin iedereen gelijke kansen heeft. Waarin niemand wordt buitengesloten of gediscrimineerd. Sanamangs, loy bradangasisa. Ik spreek ook mijn dank uit aan de vele organisaties en individuen die zich dag en nacht inzetten voor verbroedering en eenheid in Suriname. Jullie inspanningen zijn van onschatbare waarde en dragen bij aan die harmonie en vooruitgang van ons land. Laten we vandaag en in de toekomst de kracht van verbroedering en eenheid in Suriname blijven vieren. Laten we onze verschillen koesteren en elkaar blijven ondersteunen, zodat we samen kunnen werken aan een betere toekomst voor ons allemaal. Louis Bradangasisa, ons huis, Suriname, dat we samen opbouwen. Als Sanamangs, als Surinamers, verdient het dat we er samen alles aan doen om vooruit te komen. We zijn het aan onszelf verplicht om ons land nu, morgen en in de toekomst tot ontwikkeling te brengen met onze leidsman Gado Lekufesimang. Loi Bradangasisa, ik wens u allen een gezegende nationale dag van verbroedering en eenheid toe. Samen gaan we dit land ontwikkelen. Samen we seta kondre boom. Samen we moet zorgen die abroom tijari. Sao abina kondre. Ik dank u allen en may God bless you. Tambung!